Yo, kijkers van een gamekanaal. Lars hier, en ik ben weer terug met meer Sims 3 hier op een gamekanaal. Dat had je natuurlijk al uh, gauw in de gaten, Twee je hebt tenminste de titel gelezen. Dus dan had je dat kunnen verwachten. We gaan verder met Ronald, die nog steeds op de wc zit. Ik heb geen idee wat hij daar nog allemaal aan het doen is. Ronald, jongen, kom eens van die play af. Ronald, is hij niet in slaap gevallen? Wel. Ja, hij leeft nog steeds, hij zit gewoon op de play. Nou ja, prima. Als hij daar lekker zit. Ronald heeft trouwens een, een levenswens. Hij wil graag algemeen directeur... Oh, daar komt hij alweer. ...van een mega-coöperatie worden. Oh yeah, een raam. Cool, man. Mooi hè, Ronald, zo'n raam. Zij straks de hele dag naar het raam laten kijken, jongen. Maar nu ga je eerst eens even werk zoeken. Want zonder werk komen we niet ver. Banen en beroepen. Ga jij eens even een baan zoeken, Pipo. Hup. Nee, geen boek pakken. In de boekenkast kan je geen banen vinden. Ga eens gewoon even op je super-high-tech-computertje gaan zitten... En even die baan zoeken. Kom op. Doe niet zo moeilijk. Kijken wij ondertussen even met hem mee. Oeh, nee, dat is een, een porno-site, Ronald. Daar mag je niet op zitten. Zijn daar tegenwoordig ook banen op? Professionele sportcarrière. Rennen, springen en af en toe in een boom klimmen voor een obscure sportsender... ...hoort allemaal bij de baan van prof-atleet. Je moet mentaal stevig in je schoenen staan, perfect ontwikkelde spieren hebben. Nou, Ronald, nee. En een winnaarsmentaliteit. Ja, oké, okay, die wel om in deze carrière te slagen. Nee, dat is hem niet. Hij wordt geen fanatieke fan. Dit wil hij wel doen, want hij wil straks directeur worden. Het flitsende zakenleven op het zakenkantoor heeft sneldenkende Sims nodig om de resultaten te verbeteren. De directie hecht veel waarde aan een goede relatie met collega's, de juiste houding en het vermogen om productieve vergaderingen te organiseren. Ja, dat kan hij wel doen. Deze gaan we straks ook nemen. Maar ik ben gewoon benieuwd wat de computer nog meer heeft. Het leger, de wc-schoonmaker. Nou. Hij heeft wel iets met wc's. Hij zit graag op de wc pot, dus misschien dat dat nog wat voor hem is. In het leger krijg je de kans om je dierbaren te beschermen en misschien zelfs wel de ruimte in te reizen als astronaut. Je moet, fysiek, eh, je moet fysiek in topconditie zijn en het een en ander kunnen repareren. Geef acht, soldaat. Nee. Misdaad een lokvogel. De lokale, bleh, 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 wat moet het ook? We gaan gewoon de zakencarrière in accepteren. Whee! Punten 675. Levenslange blijdschap. Kijk, daar zijn ze hoor. Ronald Vledder is net met de carrière Zaken gestart. Hij zal de dag nooit vergeten die vorm gaf aan zijn beroepsleven. Right. Nou, ik ben alweer vergeten hoor. Wanneer ik mijn bandje kreeg, dan weet ik allemaal niet meer. Levenslange beloningen trouwens. Met die punten die we krijgen, kunnen we dingen kopen. En die staan hier in deze catalogus. En we hebben er nu echt nog veel te weinig punten. Want het eerste gratis entertainment dingetje begint bij 5000 punten. Nou, dan kan ik voorlopig nog even een beetje afdingen. Dat hebben we allemaal niet nodig. Wat zit er allemaal voor dingen in? Er zitten trouwens wel nuttige dingen bij. Bijvoorbeeld stalen blaas. Dan hoeven ze niet meer naar de play. Is wel jammer voor Ronald, want die heeft wel wat met de wc. Aantrekkelijk. Mensen zullen je aantrekkelijk vinden. Of dat nu komt door een bepaalde geur, of omdat je zo charmant bent. Geen idee waarom, hoe dat bij Ronald komt. En dan helemaal onderaan tot het teleportatieplatform. En die kost 75.000 punten, jong. Zoveel heb ik het er niet. Ik heb er nog ineens duizend. Dus dat we even sparen, Ronald. Daar is het zakenkantoor. Uh, ontslag nemen. Nou al, je bent net begonnen, man. Wil je de, eerste dag, de eerste dag dat je werkt wil je al ontslag nemen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. hè. Zijn humeur is goed. Overheerlijk zelfs. Alleen zijn baas vindt het niet lekker. Oh, dan moeten we eens even binnenkort gaan slijmen met de baas. Want uh, de baas moet het natuurlijk wel leuk vinden. Begint over 22 uur. Zo lang nog. Kunnen wij in de tussentijd even wat nuttigs doen? Kunnen we iets aan zijn behoefte doen. Plezier. Hij heeft meer zin in plezier. Wat? Niet doen, Ronald. Dan gaat je toetsenbord kapot van, jongen. Het is toch zonde? Ik snap dat het een hele vervelende computer is die het niet goed doet. Maar hier word je toch uh, depressief van. Een oud ding, man. Check die muis. Hij heeft drie knoppen, die muis. Ik heb nog nooit een muis met drie knoppen gezien. Kunnen we nog iets anders doen? Computer game spelen. Ja! Dat is leuk. Kom op. Ga maar... Uh... Oh, dit is. Uh, welke game is dit eigenlijk? Iets met American Football. Hij heeft gewonnen, zo te zien. Ronald is een computernerd en zit daarom met alle zoveel mogelijk achter een computer. Ja, dat wisten we al. Yo, yo. Vind je een beetje een gekke game om met de muis te besturen, Ronald? Wat kunnen we nog meer doen? Ah, bam, 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 bam. Meer. Controleer of er in de buurt huisdieren te adapteren zijn. Ja, ga dat maar doen. Komt de computergame spelen, even niet Ronald. Even wat anders doen. Dus even nuttigs met je leven. Bloem. Weer die porno-site van hem. Er zijn geen huisdieren in de buurt beschikba beschikbaar. Nou, wat flauw. Kunnen we geen een paard adapteren? Ik vind het hier wel leuk. Gaan we hier gewoon een paard neerzetten in de gang? Dan kunnen we zingen met z'n allen. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, hij heeft ook iets met die, met die boekenkast. Wat ga je daar nou mee doen, Ronald? Heb je een leuk boek gepakt, jongen? Wat voor boek heeft hij? De heksenmeester van Palladia. Oh ja, klinkt heel spannend. Ronald, fast forward. Wauw, spannend. Niet dus. Wat kunnen we ermee doen? Laten we die gast eens even laten trainen, want uh, dit is niks natuurlijk voor hem. Cardio en kracht. Hier wordt niet gespierd door Ronald, door die boeken lezen. Je wordt er wel slim van, dat is prima. Een slimme Ronald is ook goed, maar ik heb liever een gespierde Ronald. Die overal naartoe kan rennen. Dat zou je nodig hebben als je straks directeur van een megacorporatie bent. En dan ben je in het begin echt nog maar een loopjongen voor anderen. Zappen. Wauw. Sexy hoor. Kap, springen. Ja, doe die niebands. Doe, doe maar net alsof je op de wc gaat zitten. Dezelfde beweging. Oepa, oepa, wappa wappa woe. Kijk of hij het wel leuk vindt hoor. Vind je het leuk? Oh ja, oh ja, shake that body, Ronald. Oh ja, hij vindt het wel mooi. Ap, 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 ap. Zullen we hem eens even wat sneller laten lopen? Wee Oh. Oh, nee, niet daarheen gaan. Kom, doen, hop, op en neer. Op en neer, niet naar de tv kijken, daar word je niet sterk van. Hup. ja, daar word je ook sterk van. Wee. Ja, doe de ster maar. Mam, 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 gast. Hygiëne, Douchen. Allemaal even de andere kant op kijken. Oh, netjes, de tv uitgezet, Ronald, super. Dat doen mijn sims eigenlijk nooit. Die laten dag en nacht de tv aan staan. Even de andere kant op kijken, jongens, Ronald staat onder de douche. Kijken. Kunnen we erin kijken? Wee. Hoi, Ronald. Hallo, jongen. Gezellig. Met Ronald onder de dus. Een nieuw bericht maken? Ik wil toch helemaal geen nieuw bericht maken, man? Als ik een nieuw bericht wil maken, dan zou ik het je wel vertellen. Niet eerder. Zo, dan is de hygiëne ook weer blij. Nou, mag je nog even pissen zometeen. En dan uh, wordt het slapen, want je moet zometeen naar je werk, Ronald. Hup, slapen. Ja, pissen even snel. Zo. En slapen. Kom op. Slaapje, slaapje, slaapje doen. Mm, lekker slaapje doen, Ronald. Ja, Ga je maar lekker 17 uur slapen. Dan zie ik jullie zo meteen terug als Ronald naar zijn werk moet. Tot zo. Nou, daar zijn we weer. Ronald is wakker. Ronald is uh, lekker uitgeslapen. Kijk maar, want als je naar de behoefte kijkt. Zijn energieballetje zit helemaal vol. Hij heeft alleen gigantisch veel trek. En op een lege maag ga je niet werken. Dus Ronald, jij gaat eerst eens eventjes de ontbijt opdienen. Ga hem lekker wafels maken. Ik heb trouwens in de tussentijd een van jullie tips opgevolgd. En gewoon overal wat goedkope lampjes neergekwakt. Dus er staat hier nou in de hoek staat een leuke schemerlamp. Hier in de hoek staat een schemerlamp. Er staat een schemerlamp naast de wc. Je weet ook nooit wanneer het handig kan zijn. Als je je hol niet kan vinden om het af te vegen bijvoorbeeld. Dan doe je gewoon de schemerlamp aan. En dan zeg je van, oh daar zat hij. En dan kan je hem gewoon afvegen. Hier op het aanrecht staat er eentje. En hier bij zijn computer. Dan kan hij geen vierkante ogen krijgen. En eerst ga jij eens even wat wafels maken, Ronald. Mmm, lekker Nee, niet dat eitje ernaast gooien. Dat eitje moet erin. Niet ernaast. Erin, Ronald. Stomkop. Wat? Ja, veeg het allemaal maar bij elkaar. Huppakee. Lekker mengen. Hmm. Ik ga een beetje tempo maken hoor. Dit duurt allemaal veel te lang. Zo. Bakken. Wee. De voor Ronald arriveert over een uur. Kop. Schiet op met die dingen. Schiet op. Tempo. Nou, weet je wat? Een eetje maar niet. Oh, hij heeft hij heeft de wafels aan laten branden. Sukkel. Ja, nou, dan ga je maar zonder eten naar je werk. Ja, is je eigen schuld, Ronald? Nee, niet opeten. Hartstikke smerig. Afschuwelijk. Kwaliteit klaargemaakt door Ronald Vladder. Goed bezig, Ronald. Dan maar op een hongerige gast. Ik kan er ook verder niks aan doen. Had je die wafels maar niet aan moeten laten branden. Oeh, vogel. Komt die taxi nog of sta uh, ik hier bij Jan Lul te wachten? Waar is die dan? Oh, daar. Oh, nou, stap in. Stap in. Ronald. Nee, niet. Instappen, hup. Naar werk gaan. Kom op, tempo. Sta daar niet zo te staan. Ga niet werken. Zo, hup, oké. Je hebt de uitgeblust prestatie vrijgespeeld en daarmee een button verdiend. Yay! En hij is naar huis gegaan en heeft vandaag 209 dollar verdiend. Nice. En als die... Ik wil geen bericht. En dan is alleen wel hartstikke moe, denk ik. Ja. Ronald heeft zin om uh, lekker op de bank te gaan hangen en om uh, tv te kijken. Oh wacht, dat was de telefoon. Daar kan je natuurlijk geen tv op kijken. TV kijken, huppakee. Hij is overwerkt en hij is gespannen. Een videogamesysteem kopen, ja, dat lijkt me wel wat voor hem. Nou, Ronald, weet je wat? Ga jij lekker op de bank hangen? Je hebt hard gewerkt vandaag. Je hebt een baan gevonden, je hebt getraind, je hebt in de wc op de wc gezeten. Een drukke baan voor Ronald was het vandaag. Kijk eens van een gamekanaal. Daar ga ik het bij laten voor dit moment. Laat jullie even in de reacties achter wat ik de volgende keer met Ronald moet gaan doen. Misschien dat jullie wel hele leuke ideeën hebben of iets voor het huis of een andere baan of iets voor inrichting. Laat het me allemaal maar weten. Vergeet ook niet om even op mijn kanaal te kijken, Vaco Games. Er staat een link in de beschrijving en dan uh, zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer terug. Bij meer Sims hier op een gamekanaal. Ook namens Ronald. mazzel!